Zo. Top. Dus dit is eigenlijk symmetrietraining. Ja. Nou, je merkt ook heel snel nu inderdaad dat je elleboog of je schouder of ja, wat je dan denkt eigenlijk, oh ja, met rijden doe ik die ene ook omhoog. Precies. Of deze hand een beetje scheef. Kijk, en die patroontjes die je tegenkomt in je rijden, daar heb je rijdend geen tijd voor. Nee. Geen focus voor om dat op te lossen. Dat kan niet gewoon. Maar op het moment dat je dus jezelf traint, kan je helemaal in je eigen lijf alles aangesturen. En je merkt als je dat een paar keer al hebt gedaan, merk je al op je paard dat die wat makkelijker is om ze mee te zijn. Oké, terug naar die structuurtraining van de armen, zeg maar. Dan ga je proberen zonder dat je iets verandert, ga je kloppen. Dus als je dan hebt over een onafhankelijke hand, die train je dan zo. Nou, dat mag er niks. Nee, ik ga dan wel een beetje met mijn handen naar voren in plaats van dat ik ze hier hou. Oké, even kijken. Ja, je ellebogen komen een beetje naar voren. Ja, ik ga zo eigenlijk, in plaats van... Probeer ze daar te houden. Dan moet je misschien... even kijken. Je benen ietsje wijder zetten. En de armen een beetje bij elkaar. Ja, dus Daan, Daan doet nou eens goed. Nog iets meer je ellebogen bij je lijf houden. Dat is vrij moeilijk wel hoor, dit. Focus er in eerste instantie vooral op. Dan maakt die elleboog even niet zoveel uit, maar dat je handen op de één lijn blijven. Precies. Super. Nee, ik ga dan heel erg naar voren hangen. Ja, merk ik ook. Nog eens. Ja, gaat snel met je dit doen. Ja. Geef maar gewicht. Weg een soort meer naar achter. Ook core, puur core in de aansturing van. Hier inderdaad een beetje dit. Ja. Ja, dan moet je meer naar achter te leunen. Oh ja, doet je ellebogen tussen je benen. Recht naar beneden, ja. Oh, hè? En eigenlijk ja, alsof je op een schoen gaat zitten. Gaat zitten. Hè? Hier zijn ze, mijn ellebogen. Nou moet je handen een beetje dicht bij elkaar. En hier blijven ze. Oké, volgende. Ja, ja, ja. Dat gaat inderdaad wel een stuk makkelijker. Ja, super. Heel goed. De rechterhand is hoger dan hier. Ik ga dan kijk, nog steeds naar voren. Ja, die dingen, het is symmetrisch ook. Maar je doet het wel goed, hè? Oké. Next oefening voor de structuurtraining armen onafhankelijk. Nee. Ik voel morgen mijn benen niet meer. Maar we hebben spaghetti benen. Zie je het ook. Zonder dat je handen... Ik krijg daar een trilbeen van. Je handen blijven centraal en je beweegt omheen. Ultieme oefening. Ja. Eerst zonder sprong. Balans houden is nu erg lastig. En als je het heel zwaar vindt, doe je het gewoon eerst weer zonder gewicht. Goed zo. Focus er echt op dat je handen recht zijn. Deze gaat hoger dan deze. Ja. Hou ze dichter bij elkaar en dan voel je het ook gewoon. En dan probeer je echt op de focus je om je handen heen bewegen. Alsof je glazen water in je handen. Dat is beter al. Goed, goed, goed. Nu ben je super onafhankelijke hand aan het trainen. Ik wil gelijk even. Maar het is wel goed om dit, als je het dus moeilijk vindt. En je hebt geen spiegel of iets, dat je het doet met een bekertje water. Ja, ja. Want dan voel je dat bekertje gaat dan ook een soort van... Voel je meteen achter. Ja, ja. Nou, dus dit zijn, we staan ook allemaal in die FMA service online. Dan kunnen jullie mooi trainen. Oké. Okay. Mogen we deze weg? We mogen weg. Bevrijding. Op je handen, doe je hem op je elleboog. Nou. Hier geldt ook weer voor, het maakt niet uit wat je doet, maar hoe je het doet. Het is plank, dus je moet helemaal recht zijn. Dus dat betekent bij jou de test dat je ook je hoofd een kleintje omhoog moet hebben. Klein beetje. Oh. Niet te veel. Dat je één lijn vormt. Snap je? En dan moet je proberen hier een klein beetje te zakken tussen je schouderbladen in. En dan je buik iets aanspannen, dat het daar recht blijft. En dan je hoofd weer ietsje omhoog. Iets minder.
Ja, zo, zo, zo. Ja, dus je kijkt niet recht vooruit. Nee, je billen een klein beetje omhoog. Kijk, en dan ga je hier, word je bol. Hoe je dat? Ja. Je gelijk dit. Dat is ook wat je met rijden wil doen. Ja. Nou, ik zal even voordoen. Mijn beeld erbij werkt vaak. Je hebt de neiging een beetje dit te doen. Zo. Ja. Nou, dat laat je zakken tussen je schouderbladen. Dat eigenlijk je schouderbladen. Kijk, die zijn nu puntig naar boven. Ja. Zie je dat of niet? Ja. Nu zijn ze recht. Daar probeer je te planken. En dan kijk je schuin voor je. Dat is plankpositie. Dat is voor jou heel goed, omdat je dan met je kracht uit je koor te gaan halen en niet uit een stuk bovenlijf. Een klein beetje omhoog in je hoofd. Ja, daar. Oké. Okay. Waar voel je het? Mijn armen. Oké. Okay. En mijn been trilt. Ja, ik zie. Maar belangrijk is, als je dit oefent, is het voor jou ook echt goed om te oefenen. Dat je gewoon je moeder ernaast zit. En wat leuk. Je gewoon corrigeert op hoe recht je bent. Hè? Ja. Ga maar staan, Chris. Wat? Ga maar staan, dan ga ik je even corrigeren. Kom maar. Neem maar ervan, pas even kijken of ik het goed doe. Ja. Zo, nu denk ik dat jouw kont mag ietsje naar beneden. Ja, en nu mag je deze iets laten zakken. Nee. Helemaal is hier en op het moment dat ze die op moet geven, moet je hier en dan zak je weer door. Dit is super om te planken voor jou. Oké, kom maar testen. Nou, dus voor elke lesdes gaan we planken. En dan ga jij dan ook planken? Want het is te zwaar voor jou nu. Doe hem op je elleboog. Ik heb hem eigenlijk ook nog nooit geplankt op mijn handen. Om op je ellebogen, dan heb je minder. Kijk, normaal gesproken doe ik het gewoon zo. Ja. Ik ga je kont zitten. Span die eens aan. Waarom? Ik doe nooit mijn kont aanspannen. Ja, dat moet je nu doen. Van plekken krijg je strak. Knijp je billen eens in. In principe moet je je billen niet aanspannen. Niet? Oh. Niet. Oh, ik doe dat juist wel, maar denk dat ik mooi rond billen moet de kracht niet in je billen halen. Oké, okay, ga staan. Ja. Staan? Nee, zo zoals op je... Ja? Ja. En dan moet je hoofd moet iets, iets rechter. Niet dit zo, sorry. Sorry Tess, we zijn je lekker aan het doen. Nee, maar dan weet ik waar ik heen moet voor haar. Even terug, kan je nog een keertje? Ja, heel goed. Even aan je hoofd zitten. Zo, en duw eens iets mijn hand. Duw eens met je hoofd iets mijn hand omhoog. Tot daar. Ja. En nu je bekken van de grond. Daar. Daar, daar. Precies. Precies. Okay, dus en dat even vasthouden en los. Ik hoef alleen maar de hoofd tegen te houden eigenlijk. Dat zijn een beetje duw tot waar ze is. Nog wel 5 seconden. Ja, precies. En los. We zullen gewoon elke avond even oefenen. Ja, dat is echt super hoor. Dan ben je zo gerecht. Bedankt Bas, zegt Tessa dan. Ja, dankjewel. Nu denk je, what the fuck. Maar de volgende keer dat je het doet, merk je al, hé, je gaat al beter. Ja. Ik ga gewoon tegen meneer de Werker zeggen, meneer, ik ga gewoon mijn eigen oefeningen doen. Ja, dat moet, van Bas zeg je dat. Ja, meneer, anders wordt Bas boos. Oké, zijwaartse plank. Oh, gaan we weer? Kan ik weer omvallen? Ja, en een belangrijk punt om op te letten, is dat die elleboog recht om die schouder loopt. Die kun je nog beter, hè? Ik heb deze net gedaan. Ja. Je arm is goed. En dan je schouder een klein beetje daar en je hoofd weer in lijn daar en los. Super. Eigenlijk op het moment dat je hem goed hebt, dan hou je hem even vast en los. Ja. Je gaat niet door totdat je kracht verliest en gaat compenseren. Ja. Want dan train je minder effectief. Zo, je schouder nog een beetje terug. Yes. En los. Heb je dat dan ook dat je maar op één botje blijft steunen? Dat je echt het gevoel hebt dat je... Nee, dat je, oh. Ik heb hem hier zo, dit ding. Ja, maar ik heb echt het gevoel dat ik een soort van... de hele tijd op ja, één die, stukje... Die moet je een beetje aan de grond houden. Ha! Magie! Ja. Anders heb je echt op die punt, ja. Dus je doet op je hele onderarm. Ja, precies. Overrecht. Precies. En los. En dan is dan minder zwaar. Ik val graag op de grond. De andere plank. Wat? Andere kant. Andere kant. Je rechterarm. Oh, die doe je netjes. Ik ga het makkelijker. En dan je... Hop, daar. Beetje intrekken. Buik. Hoofd. Iets. Ja, precies. Ze zijn echt alleen maar dood. Ja, dat is echt zo. Ja. Maar dat is het leuke. Wat je rijdend ziet, dat zie je hier ook. Andersom. Ik ben gewoon een hoofdmens.